Welkom in een wereld waar rechters zijn afgeschaft en waar het volk via een televisieprogramma beslist of iemand schuldig is of niet. Dit is Cel 7. Dit is Martha. Ze werd gevonden naast het lijk van de beroemde Jackson Paige, met een geweer in haar handen. En ze bekende meteen dat ze hem had vermoord. Daardoor zit ze in een gevangenis waar ze voor een week lang elke dag in een andere cel wordt geplaatst. Op de laatste dag wordt via een stemming door het volk beslist of Martha blijft leven of doodgaat. Elk hoofdstuk beschrijft een dag vanuit Martha's perspectief. Als ook vanuit het perspectief van haar psychologe Yves. Op het einde van elk hoofdstuk is er ook een beschrijving van het televisieprogramma. Als lezer probeer je elke dag de waarheid te achterhalen. Maar of dat lukt, daarvoor moet je het boek lezen. Het boek is geschreven door Karen Drury. Ze is geboren in Lincolnshire en schreef een paar romantische verhalen, maar ook een thriller-trilogie waar Cel 7 het eerste deel van is. Ik vond het een leuk en goed geschreven boek, maar het boek heeft geen grote indruk op mij gemaakt en het is ook niet het beste boek dat ik ooit heb gelezen.